Geschreven door Tim Rice en de muziek door Benny Anderson en Björn Ulvaeus, die u vast wel kent van ABBA. Tim Rice liet zich voor het schrijven van dit stuk inspireren door het bloedstollende wereldkampioenschap schaken in 1902. Een schaaktweekamp tussen twee grootmeesters vormt het decor van de musical. En die gaat over onmogelijke liefde tussen de Russische schaker Anatofli en de Amerikaanse Florence. Zij is de geliefde van Anatofli's tegenstander, de extravagante en opvliegende Amerikaanse grootmeester Freddy. Als de Rus overweegt over te lopen naar het Westen, beseft hij dat hij zijn familie dan nooit meer terug zal zien. De KGB-agent Molokov probeert de Rus te overtuigen mee terug te gaan. Maar de schaker neemt dan een beslissing die voor alle partijen verre gaat. Thank you.